Onderwijs op afstand met Mijn Leerlijn. Met Mijn Leerlijnen in 8 stappen naar onderwijs op afstand met inzicht. Stap 1. Binnen een uur zetten we een omgeving voor de school klaar met het curriculum van de school. Dit kan zijn de methodelijnen of zelfgemaakte leerdoelen of een combi daarvan. Stap 2. De leerkrachten zetten de leerlingen op de juiste niveau bij deelgebieden, mochten deze afwijken van de jaargroep. Stap 3. Alle gekoppelde leerdoelen van het jaar worden voor de leerlingen gegenereerd. Stap 4. Leerkrachten hebben inzicht in de leerdoelen die nog aangeboden worden. Je kan filteren op jaargroep en blok. Zo kan je makkelijk kiezen welke leerdoelen je nog wilt aanbieden. Kies een leerdoel uit die je nog wilt aanbieden en ga naar de verdiepingspagina. Stap 5. Vul een stappenplan in. Hoe leerlingen het leerdoel kunnen behalen. Je kan hier werkbladen aan toevoegen. Links inzetten naar inoefensoftware. En filmpjes bij uploaden. Stap 6. Ga naar het overzicht van de leerdoelen en kies de leerlingen uit die er deze week aan moeten werken. Zet het leerdoel in een persoonlijk leerdoelenplan en zet de eerder gemaakte stappen voor de leerling klaar. Stap 7. De leerlingen zien in een persoonlijk leerdoelenplan aan welke leerdoelen ze moeten werken. Ze zien de stappen die ze moeten nemen. Ze kunnen 1-op-1 met de leerkracht chatten bij vragen over het leerdoel. Aangeven wanneer ze denken dat het leerdoel behaald is en bewijsmaterialen meesturen. Stap 8. De leerkracht zet het leerdoel op behaald en heeft zo duidelijk inzicht waar zijn klas staat en wat er nog moet gebeuren. Wil jij Mijn Leerlijn gratis inzetten bij jou op school? Neem dan contact met ons op via contact@mijnleerlijn.nl.